met Sanne. Sanne is niet. Ik weet niet wat het is. Waar is het? Ik ben daarvoor even gaan zitten. Maar dat is bijna niet beginnen. Nee, niks. Hij doet dat wel. Kom. Ups. Ik laat er niet alleen zo hier. Dat is volgende maand exact 12,5 jaar geleden. Ik zit bijna aan mijn eerste jubileum. Ja, het was allemaal veel kleiner toen en het is een enorm business gewoon, een enorm circus geworden, zou ik maar zeggen, hoe het nou over de wereld gaat. Je ziet het nou zelf. We hebben de beste hotels, de bussen die waar we in rijden met lichtplaatsen erin. Ontbijtbuffet, we hebben onze eigen catering bij ons. We hebben altijd in hele goede hotels en zo geslapen. Wat dat betreft is dat een filosofie van André. Die verder gaat dan alleen maar het verzorgen van je mensen. Want daar creëer je ook een bepaald soort sfeer mee en een bepaald soort waardering naar je mensen toe. Die ja, zich ook weer vertaalt in het werk op de bühne. Dus je gaat niet spelen? Nee, dat niet. Oké. Ik wil het wel heel graag. Als je opstaat, dan word je duizelig. Dat niet, maar ik voel dat mijn benen slap zijn. Mijn benen doen niet... Wat jij wil? Nee. Ik heb toen straks een pizza gegeten en daarna heb ik rode ogen gekregen. Daar heeft Jenny me druppels voor gegeven. En het hielp ook echt. Het slonk helemaal. Maar dan zijn je benen ook geslonken. Ja, blijkbaar. Die zijn toch echt voor de ogen, die pillen? Ja, ik kom nou. Ga hier kleed je om en ga een beetje liggen ergens. Oké, heel erg bedankt. Ja? Het beste, hè? Sterkte, ja, hè? Dankjewel. Sterkte. Maar ja, voor rustig. Ja. Op zich jij dat heel goed, ja. Alleen ik voel in mijn been dat ze... Wil je nog wat lekker doen? Ja, nu wil ik eigenlijk toch weer meedoen, maar je weet het niet, want... Ik ben bang dat ik er dadelijk meedoen. Maar je bent bang als ik dadelijk er zit, dat je er spies van hebt. Ja, ik heb altijd weglopen. Altijd proberen, dan zeggen ze niet je het. Maar dan moet je alleen op die dag geven. Dan zo vier. En hier Roger langs, vaak bij. Van de wachtstroom. Ja, probeer. Ik heb nog nooit een concert gehad waarbij ik dacht van, oh, we moeten. Nee, we mogen. En dat als je zo, ik denk ook als dat gevoel er niet meer is, dan moet ik ermee stoppen. Maar ik heb nog nooit in 12,5 jaar het idee gehad van, nou, we moeten weer de podium op of vandaag is er, nee. We lopen gewoon nu op. Ja, ik geloof dat het lang toch is. Dat staat. Applaus duurt toch zo lang. Oh. Oh, wat lief. Ja, dankjewel. En al heb je de grootste migraine, je gaat toch de bühne op. En het grappige is, je krijgt er zoveel energie van terug. Zowel van het orkest als ook van de mensen die dan in de zaal zitten. Zoveel energie dat je bij de pauze denkt van verrek. Ik had hoofdpijn toen ik de bühne opging. En blijkt helemaal verdwenen te zijn. Ja. Mario, dan kunnen we beginnen. Thank you.
Kom in, jongens. We gaan naar Battery Park, helemaal in het zuiden van Manhattan. En kijken of we de Statue of Liberty kunnen zien. Helikopter! Ja, Nicole, ja, dat is Nicole. Daar zit iemand van het koor in, volgens mij, want die ging een helikoptervlucht maken. Ja, die zitten daar dus in. Kijk, heren, de schetsel. Oh, jij hebt een leuke wagen. Wij zijn er de laatste keer geweest. Nou. Dat is wel mooi. Toen was nog alles normaal hier. Ja. Toen stonden we ook nog op die twee mooie torens die er helaas niet meer zijn. Hey jongens, hoe is het ermee? Hoe gaat het hier, jong? Met alles erop en eraan. Ja, ja, het gaat netjes. Ik leer iedere dag weer nieuwe regels. Lopen veel mensen om. Heel veel mensen. En die je vandaag hebt, die moet je houden tot... Ja, dat heb ik gehoord. Dat is wel een nieuwe mop. Why do you guys always take pictures of me? That's what I don't understand. I hope you got the copy of where I cut my leg. You have that one? See, it's better. It's better. Kan de tros ook in de zaal gaan zitten of op sodemieter en dan moet we gaan repeteren. Paf. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Exactly. That's what I want. Everybody ready? Applause, 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 applause. Hey, 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 yeah, hey, yeah, hey. Oh, happy day. Yeah. That's what we do. Happy day. Marcel, speel eens even. Speel eens even, Marcel. Moet je die, die einddingen, moet je die met die dingen? Kun je die even gauw andere pakken? Mag ik dat even horen? Dieper, dieper. Oké, okay. Ja. Dank je. Oké. Okay. Ik speel carillon in Maastricht, maar ook bij André. Wat mij natuurlijk interesseert is om ergens, als we ergens zijn, naar een carillon te komen kijken. En dit is het grootste carillon in de hele wereld. 74 klokken met een totaal gewicht van meer dan 100.000 kilo. Ja, hier hangen klokken, die vind je nergens. Ja, dit is natuurlijk een unieke kans om hier eens een keer te komen kijken. A dream come true. Nou, dat kleine mannetje hieronder, dat ben ik. Dan kun je zien hoe enorm groot het deze klok is. Dit is de grootste carillonklok in de hele wereld. Weegt 20.000 kilo. Dat is evenveel als een Sherman tank.
Nou, dan ga ik dadelijk eens flink op spelen. This is Marvin Katz, ladies and gentlemen. Hi, am I on TV? Is this American TV or Dutch TV? Yes, Dutch TV. Is this for a special TV? No, we make a real soap for the Tros. A soap opera? Yeah. Well, you always have to have a lawyer. Yeah. A soap opera. You see, I told you. You have to have without three a lawyer, things. Nothing is possible a lot in New of, York. A lot of sex, a lot of money, and a lawyer. You see, this is my lawyer. In that order. Nou, dit is het carillon. Aan elke toets zit een klok vast. Variëren van de hele kleintje tot de allergrootste. Dus, en alles wat ertussen zit. Nou, dan zullen we eens even kijken of we hier arrangoes op kunnen spelen. Hè? Geweldig. People. You are from Dublin? Gary. Ah, we played in Dublin. That's right. That's yeah. right. We see you on channel can 13 I take here. I'll take your picture. Yeah, picture you can. Dublin. There we are. And we are coming back to Ireland, I'm Thanks sure. Thank you very much. Yeah, very good. I would like to give a beautiful open air, but you know, yeah. in Ireland it always rains. It does. Yeah. It does. Yeah. It's always rains. So yeah. we make a lot of preparations, yeah. and then the day of the concert, Oh, that's it. So you take care of the sunshine, and then I come back. We'll try. Have a nice time. Good luck. Bye. Thank you. Bye. Waarom ga ik naar Amerika? Omdat ik graag voor het Amerikaanse publiek wil spelen. En omdat het ook een lekkere uitdaging is om hier te spelen. Er zijn heel veel mensen die mijn muziek ontzettend leuk vinden. En fantastisch vinden. Alleen, hoe ga je die markt hier? Hè, hoe laat je de Amerikanen merken van, hier komt André met zijn orkest. Nou, dat is gewoon, ik vind dat uitdagend, dat vind ik leuk om te doen en ik vind het spannend om moeilijke uitdagingen aan te gaan. En die vind ik dan wil ik net zo lang doorzetten doordat het gaat. Dus eigenlijk doodsimpel, gewoon, ja, je huurt een zaal, je tekent een contract en dan ga je zeggen dat je komt en dan maar hopen dat de mensen kaartjes kopen, zo ongeveer is het. Ja, en je ziet dan de resultaten, dat is hartstikke leuk als die mensen daar naar binnen komen. En dan lijkt het bijna een soort routine hier. Je gaat van de ene stad naar de andere in de bus en dan gaan we weer spelen. En dan... Ja, maar het was niet zo hoor. Het is ook moeilijk geweest hier. Dat we hier echt jarenlang met grote verliezen... Tot ik achter een moment kwam dat ik zeg, nou ja jongens... Wat doen we eigenlijk, hè? Gaan we stoppen of gaan we door? En toen heb ik een besluit genomen dat we het helemaal zelf gingen doen. Hakim is een jongen die ik drie, vier jaar geleden via mijn website, daar had iemand in het gastenboek geschreven. Maar dat gebeurt iedere dag. Mijn zoon die speelt zo goed viool en mijn dochter die speelt zo goed fluit. Alsjeblieft, ik wil dat ze bij jou in het orkest komt. Maar dit berichtje was net iets anders, heb ik hem laten komen. En toen heeft hij toen in Kerkrade, hadden we een concert in het stadion. Daar heeft hij toen voor 18.000 mensen gespeeld. Nou, fantastisch. Het was een belevenis. En toen ben ik hem blijven volgen. Op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik vraag of je mee naar New York gaat. Dit is aankondigingslicht. Dit is aankondigingslicht. Oké. Ladies and gentlemen. There he is. The one and only. Hakim Kamara. En dan gaat de bühne open. Yes! Bühne dicht. Meteen erachteraan de bühne dicht, ja. Niet te vroeg. Oké, okay, dat hast du ganz großartig gemacht. Jetzt versuchen wir dasselbe
Hebben jullie dat ook gemaakt, zo die lichten? Heb je dat gedaan? Ja? Ik heb niks gezien, maar oké. Okay. Ik heb op hem gelet. Jetzt machen wir das einmal mit Rauch. Ja? Dann kommt Rauch da und dann gehst du hierher. Ja? Versuchen wir das, ja? Okay, ladies and gentlemen, there he is. Ik had één ding helemaal vergeten. Ik had hem vergeten te zeggen, als je daar staat onder Mireille en zij doet die roffel, dat is natuurlijk een gigantisch lawaai. En dat had ik hem vergeten te zeggen. Het was zo stom achteraf. Dus hij komt naar buiten en ik zag dat er iets was. Ik dacht, oh god, dat is natuurlijk die roffel op die pauken. En dat was het ook. Had het je angst gemaakt? Nee, ging het? Oder? Een beetje? Een beetje, ja. Dat is, ja? Een beetje, ja. Den Lärm. Machen wir es noch einmal? So, jetzt weißt du, dass der Lärm kommt. Ja? Okay. Machen wir es noch einmal. Het is onvoorstelbaar. Ik heb nog nooit zo'n talent gezien. Dat meen ik serieus. Hij hoort iets en speelt het helemaal. Welke toonsoort, wat dan ook. Hij speelt alles mee. Dus wij doen de rest van het programma. En dan staat hij daar op zijn kleine viooltje alles mee te spelen. Ja, zonder noten. Gewoon zo. Met zijn koppetje. En dan merk je ook eens met hem praat. Dat hij ook op alle andere gebieden is hij zo wat van zo slim en clever. Maar dat is tegelijk ook het gevaar, omdat hij zo klein als hij is. Hij bepaalt altijd de situatie, hè? Maar niet bij mij. Ik denk, bij mij niet, meneer. Want dat is nou net wat hij vaak mist, denk ik, thuis. Dat hij iemand heeft waarvan hij voelt, oké, die is de baas over mij. En dat moet hij natuurlijk wel hebben, anders dan wordt het zo'n onuitstaanbaar wonderkind. En daar hebben we er genoeg van. Toen we hier waren, was hier echt zo'n hele loopbrug. Die was helemaal vol met brandweerhelmen, met bloemen, met teksten van mensen die ze hadden geschreven. Maar dat was wel ontzettend indrukwekkend. Hè? Ja, absoluut. Nog altijd als je toch terugkomt. Ja. En je ziet het dan weer. Dus, ja. Ik vind voor mezelf echt zo raar dat ik die mogelijkheid heb gevonden om in de Radio City Music Hall te spelen. Ik bedoel, nou, dat is dé muziekzaal in de hele wereld eigenlijk. En ja, daar kom je niet even zo met een orkest of zelfs solistisch of weet ik veel. Dus voor mij is het heel bijzonders. Absoluut heel bijzonders. Heel erg beangstigend. Ook ja. Ja, mensen zijn hier, ik bedoel, je zit echt op Broadway en ja. Mensen zien hier, zijn eigenlijk best wel verwend qua muziek. Hè. Ze kunnen naar elke musical die ze willen en ja, en dan, om dan zo daar zo te staan en je liedje te mogen zingen, dat vind ik echt met geweldig. Met de volle zaal en zo enthousiast. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept... Het laatste jaar van het conservatorium hoorde ik dat er een auditieoproep was voor André Rieu. En dat hij op zoek was naar een groot koor en... Nou, daar heb ik toen auditie voor gedaan en werd aangenomen. En toen hebben we een heel groot koor een jaar rondgereisd. En toen waren we een keertje in Wenen. En was ik met Frank, die zat lekker achter de piano te spelen. Ze zei, oh kom, zing een liedje mee en zo. En nou, we hebben meegezongen. En André die stond er daar. Ze had zoiets van, oh, dat vind ik volgens mij wel chic. En ja, toen heeft hij gevraagd of ik wilde voorzingen voor solist. En dat heb ik toen gedaan. En sindsdien... Ja, reis ik mee als solist. Ja, da, 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 ja, da, da, ja, da, da, ja, da, 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 da
Roxanne, ja, is mijn lieve vriendinnetje. En doet dat wat ze hier doet echt helemaal geweldig. Ze heeft ook heel veel succes iedere avond. En het is heel leuk om met haar op weg te zijn. Ik heb haar bij me. Ze gaat helaas stoppen na oktober. Omdat zij een hele grote droom heeft. En het is om musicals te gaan zingen. Want alle nummers die ze hier gezongen heeft zijn allemaal stukken uit musicals. En ja, daar liggen gewoon de wortels. Dat heeft ze altijd gewild, van kleins af aan. En ze heeft nu gewoon zoiets van, als ik dat nu niet ga doen, wat het ook wordt, dan krijg ik er spijt van als ik dat nooit gedaan heb, nooit geprobeerd heb. En daar hebben we het samen heel veel over gehad. Ze moet het gewoon gaan doen. Ik sta er helemaal achter. We gaan elkaar natuurlijk minder zien, maar ze moet dat doen. En ik ben er heel trots op dat ze dat gaat proberen. En het gaat ook zeker lukken. My mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Heb ik toch een keer op Broadway gezongen? Ja, chic man. Hey, kijk eens staan, je ziet hier soms over pianen lopen. Stiekem achter de camera. Ja, stiekem eventjes zomaar even lopen. Ja. Oh, we zijn hier aan het staan. Ja. Ik ben even komen kijken waar we de bühne zetten als we hier gaan spelen. Oh, dat is echt hier? Ja, dat is hier. Oh, wow. Deze plek. Ik dacht dat het ook een Radio City Music Hall zou zijn. Hoe bedoel je? Ja, nee, ik dacht dat het ook... Nee, de special is in Radio City, maar als we hier een andere keer gaan spelen. Ja, oh, je plant alweer verder. Ja, natuurlijk. Ik moet over een tijdje ook alweer plannen. Wow. Hey, dat is echt geweldig. Ja, het beroemde Simon & Garfunkel concert, dat is hier. Ja, en Diana Ross. Ja, ik geloof dat iedereen, alle grote, hebben hier wel een keer gestaan. En dat is... Ik kan me ook voorstellen dat het leuk is om hier te staan. Ik kan me dat echt wel voorstellen. Moet je je voorstellen hier. En dan staat hier heel New York. En die luistert dan. Jawel, lijkt me best wel leuk. Staat het er fantastisch, hè? André Rieu en de orchestra sold out. Dat zien we graag. Is there a ticket holder for André Rieu and the Johann Strauss Orchestra? You'll be getting in the theater right now by using the side door entrances on 51st Street.